Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen hebben we nog te maken met wolkenvelden, maar vanuit het noorden gaat geleidelijk aan de zon nog even doorbreken. En vanavond en komende nacht komen er brede opklaringen. Halverwege de avond is het een graad of 10 en komende nacht koelt het af naar zo'n 5 of 6 graden in het westen van het land en 3 of 2 graden in het binnenland. Overwegend helder, daarbij aan zee nog wel een vrij krachtige wind uit het noordoosten. Morgen overdag waait de wind matig, gaat zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen, kracht 3 tot 5. Verder hebben we flink veel zonneschijn in het binnenland, ontstaan een paar kleine stapelwolken in de middag, maar het blijft gewoon overal droog. Het wordt zo'n 12 tot 15 graden. Op zondag hebben we meer bewolking, zeker in de noordelijke helft van het land, blijft ook dan wel droog, zo'n 12 tot 14 graden. Maandag en dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog naar 17 en dinsdag zelfs plaatselijk 20 graden, maar laat op de dinsdag neemt de kans op een onweersbui toe. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl